Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vorige week hadden we het al aangekondigd. Deze week staat in het teken van zeep- en badproducten. En ik ga dit maken, een heel bijzondere zeep. Die heeft verschillende kleurtjes en bij een blacklight gaat die zeep oplichten. Wat heb je nodig? Je hebt ruwe zeep nodig, doorzichtige. En dan verschillende kleurtjes, kleurstoffen. Dit is body paint die oplicht in blacklight. Daardoor gaat mijn zeep ook oplichten in zo'n licht. Je hebt dan ook potjes nodig. Daarin kan je dan de zeep mengen met de verschillende kleurstoffen. Voor het mengen ga ik een oud stuk wasknijper gebruiken. Ik heb ook een klein plastic bekertje. Dat wordt een mal voor mijn zeep. Het is een oud dekseltje van een yoghurtpotje. Daar zat dan nog wat muesli in. Ik ga jullie eerst even ook de kleurtjes van dichterbij laten zien. Het is Neon Nights UV Body Paint. Het zijn kleurtjes die bedoeld zijn om op je huid aan te brengen. Ze zijn dus niet giftig, ook niet gevaarlijk. De kleuren lossen ook weer op in water. Dus als je hebt gewassen met deze zeep, ga je niet nog een hele week neonkleurtjes hebben en oplichten in het donker. Zeep mag normaal gezien niet in de ogen komen en dat geldt ook voor deze kleurstof. Zorg er dus voor dat er bij het wassen niet per ongeluk wat zeep in je ogen terechtkomt. Ik ga dan eerst beginnen met de ruwe zeep. Die ga ik smelten in de microgolfoven. Zet die dus gewoon in een potje in de microgolfoven zonder dekseltje. Lang duurt het niet. Na een minuut op 700 watt zou de zeep gesmolten moeten zijn. Als je zeep nog niet vloeibaar is, dan kan je hem altijd nog even terug in de microgolfoven doen. Mijn zeep is vloeibaar nu. Ik ga hem in de potjes doen. Er zit nu zeep in alle potjes en ik ga de zeep beginnen verven met de neonkleuren. Eigenlijk is het kleurstof waarmee je schminkt, maar de kleuren lossen ook op in de zeep. En omdat ze bedoeld zijn om op je huid aan te brengen, zijn ze ook niet giftig, niet gevaarlijk. Roer de kleurstof goed door de zeep. De zeep koelt heel erg snel weer af en wordt dan weer vaster. Dus ik ga hem waarschijnlijk nog even in de microgolfoven moeten doen. Ik vind de kleuren echt heel erg goed gelukt. Je ziet het al bijna oplichten. Bij het roeren is mijn zeep weer helemaal vast geworden. Ik ga ze dus opnieuw moeten smelten voor ik ze in het vormpje giet. Dus ik ga ze in de microgolfoven doen en zodra ze weer vloeibaar zijn, doe ik ze in het vormpje. Natuurlijk ga ik dat niet op hetzelfde moment doen. Ik ga eerst elk laagje goed laten drogen voor ik er een nieuw laagje op doe. Met welke kleur zou ik beginnen? Ik denk dat ik ga beginnen met blauw, dan groen, geel en roze. Eerst de blauwe dus, die ik opnieuw heb gesmolten in de microgolfoven. Zodra die is uitgehard, doe ik dan de groene zeep eroverheen. Zodra die helemaal hard is, gaat de gele zeep erbij. En dan tenslotte nog de roze zeep. Het past ook perfect in mijn vormpje. Hoewel de zeep vrij snel weer uithardt, ga ik hem toch in de koelkast zetten, zodat hij echt goed hard kan worden. Hij komt nu uit de koelkast en ik ga proberen hem uit het vormpje te krijgen. Dat gaat best vlot. Ik vind hem ontzettend goed gelukt. De zijkanten zijn nog wat oneven, die zou je kunnen bijwerken met een mes, maar ik vind dat hij de laagjes heel erg goed kan zien. En natuurlijk geven de kleuren ook licht onder een blacklight. Dat wil ik jullie ook even laten zien. Ik heb een zaklamp, een blacklight zaklamp. Die ga ik er even bij halen en kijk. Het zou echt ontzettend cool zijn als je je hiermee zou kunnen wassen in het donker bij een blacklight. Ik hoop dat jullie dit project leuk vonden. Laten we dan nu kijken welk begrip volgende week in de kijker staat. Even mengen. Kijken.
Wat staat er op het briefje? Juwelen. De komende week staat helemaal in het teken van juwelen. Iets leuks voor de lente misschien, een hangertje voor een ketting. Oorbellen, die kunnen ook. Het is een heel erg leuk thema, daar kunnen we zeker verschillende richtingen mee uit. Vergeet je dus zeker niet te abonneren op het kanaal. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe video online verschijnt. En dan hoor je het als eerste als de volgende themavideo's online staan. Vergeet ook niet de andere video's op het kanaal te bekijken. We hebben al verschillende projecten gedaan rond zeep, rond bad- en douchespullen en rond juwelen. Je kan video's ook delen met vrienden, dan kan je samen aan de slag of hen gewoon heel coole ideeën laten zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en het thema. Als jullie nog commentaar hebben, laat die dan achter bij de reacties onder de video. En hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf ideeën. Tot dan!